Protesteren werkt, dat blijkt uit deze actie zaterdagochtend. In de stromende regen liepen Schiedammers, waaronder een groot deel van de gemeenteraadsleden, vanaf Sveaparc richting de tramkeerlus in Noord, om een geluid te laten horen. Dat kan in vergaderzaaltjes, dat doet de gemeenteraad, hè, daar is ook wel plek voor. Maar het is ook eens goed om gewoon met allemaal Schiedammers op zaterdagochtend naar het kantoor toe te gaan en te zeggen, jongens, luister even. Die lijn moet gewoon blijven. Die is er voor ons, die hebben we nodig in Schiedam-Noord. Deze tramrit moet het ultieme signaal zijn. In Rotterdam, bij het hoofdkantoor van de metropoolregio, wordt de brief overhandigd. Met een duidelijke inhoud. Tram 21 moet blijven. In het weekend is er geen bus meer bijvoorbeeld. En 's avonds rijdt het ook maar heel matig. En dat betekent dus dat je eigenlijk alleen maar met de tram kan reizen als je met het openbaar vervoer wilt. En dan gaat het niet alleen over het ziekenhuis, maar ook over alle winkels en scholen en alle voorzieningen. Moeten goed bereikbaar zijn. Hier laten we zien dat zowel de inwoners van Schiedam, de gemeenteraad van Schiedam en het college van Schiedam samen met al die bedrijven in Schiedam als eenheid staan voor tram 21. Het is heel hartstikke mooi om te zien dat we nu voor een actie veel mensen in de tram hebben. Maar als we ervoor zorgen dat het openbaar vervoer beter wordt, dan zitten er elke dag meer mensen in de tram. Dus we moeten niet beginnen met plannen maken voor hoe kunnen we het nog verder verschralen en slechter maken. Dus niet tramlijn 21 schrappen, maar juist onderzoek doen naar hoe kunnen we het beter maken, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Uiteindelijk komt daar, als het goed is, ook nog een stationketel. Deze hele lijn is ooit bedoeld om doorgetrokken te worden naar station Ketel. We gaan die tram doortrekken naar station Ketel. Al 30 jaar is dat een belofte. Ja, en nu dreigt die belofte helemaal mistig te worden. De waarde van wat er dan gaat gebeuren als je die twee met elkaar verbindt is zo groot. Daar moet naar gekeken worden. Dat is tot nu toe niet gedaan. En ik wil eigenlijk ophalen, luister daarnaar, kijk daarnaar. En werk met ons aan de toekomst van het openbaar vervoer in Schiedam-Noord. Ik heb er hele goede hoop op dat het gaat opleveren. Dat er een ander onderzoek komt dan wat aangekondigd was. Dat toekomstige ontwikkelingen in de stad meegenomen zullen gaan worden. En dat je niet eerst tram 21 gaat schrappen en dan pas gaat onderzoeken. Nee, je moet eerst onderzoeken naar wat is nou het beste openbaar vervoer met de toekomstige ontwikkelingen die er zijn. En dan pas kan je gaan kijken van oké, hoe gaan we dat invullen. Ik wil jullie vragen die argumenten mee te nemen. En nog een keer heel goed na te denken voordat jullie besluiten lijn 21 te schrappen. Ja, helder. Dankjewel. En het heeft effect, blijkt in de speech van Armand van der Laar. Hij is namens de wethouders die samen de MRDH vormen, portefeuillehouder vervoer. En hij vertelt dat de gedachte is veranderd. Het plan om de tramlijn te schrappen en extra bushaltes toe te voegen, wordt in de ijskast gezet. Laten we dat even on hold zetten. Er komt ook een nieuw station Ketel erbij. Tenminste, dat is afgesproken met de Rijksoverheid dat er op gestudeerd gaat worden. En ik denk dat we dat in samenhang moeten zien. Dus Schiedam wil heel graag een tram naar dat station Ketel. Moeten we echt onderzoeken, 1, hoe kan dat station Ketel zich goed ontwikkelen, zodat ook een tram rechtvaardigt? En 2, hoe ziet de bereikbaarheid van Schiedam-Noord daar überhaupt uit? Met de auto, met de fiets en het openbaar vervoer. En we hebben afgesproken dat we dat gezamenlijk, de gemeente Schiedam en de metropoolregio, gaan onderzoeken. Schiedam heeft heel duidelijk aangegeven, we willen liever eigenlijk nog langer nadenken over die tram. In de tussentijd blijft die tram dus rijden. En we koppelen dat aan de ontwikkeling van station Ketel, wat rond 2030, 2035 zal gerealiseerd worden. En daar staat 2 tot 3 jaar voor hoe dat zich gaat ontwikkelen.